Ik ga vandaag weer voor jullie Formule 1 doen, want ik ga een time trial rijden op de Maleisische circuit. Dus mocht je dit nou leuk vinden, smash even dat blauwe omhoog, dat helpt natuurlijk enorm. We gaan gewoon kijken of we een chill tijdje kunnen gaan neerzetten, want we gaan gewoon natuurlijk in de Mercedes AMG auto rijden, wat wel goed moet komen. Dus ik ben benieuwd, laat je blauwe omhoog achter, abonneer voor meer en wij gaan kijken wat voor tijd wij kunnen gaan neerzetten, jongens. Let's go! Alright jongens, we zijn hier op het circuit van Maleisië en gaan vandaag weer voor jullie een time trial te doen. Ik heb nog nooit op deze map gereden, op deze circuit. En we gaan gewoon kijken of we dus een chill lapje kunnen gaan neerzetten. En ik ben gewoon benieuwd. We gaan natuurlijk gewoon naar het track toe. Fly to lap. En we gaan gewoon kijken of wij überhaupt een chille tijd kunnen gaan neerzetten. Dus mocht je dit nou leuk vinden, druk eventjes op dat blauwe lapje omhoog. Helpt natuurlijk enorm. We rijden natuurlijk in de Mercedes AMG auto van Lewis Hamilton. En we gaan gewoon kijken of wij een goede tijd kunnen gaan neerzetten. Dus ik ben benieuwd, mocht je het leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Hou maar natuurlijk enorm en we gaan gewoon kijken natuurlijk hoe wij dit kunnen gaan doen. Laat remmen, de bocht goed nemen. We rijden, oeh, wat een slechte bocht dit. We rijden op dit moment op de supersoft. Dus dan kunnen we daar gewoon lekker snel mee rijden natuurlijk. Hier deze bocht een beetje vastpakken hier zo. En dan komt er dadelijk gelijk weer een bocht die hier naar buiten gaat. Moeten we hier weer laat remmen. We moeten niet te laat remmen, want dan kan je uit de baan schieten, denk ik. Dus mocht je dit nou weer vaker willen zien, ik heb het natuurlijk al een paar keer gedaan, laat het mij dan eventjes weten. En kijk, deze bocht moet je gewoon een beetje minder gas nemen. Zo, kijk, dat kan ik dus gewoon voor jullie gaan doen natuurlijk. Steeds gewoon op het circuit waar, oh, dit is jammer. Waar, laten we zeggen, Max Verstappen steeds op moet gaan rijden, de time trial op gaan doen. Dus jammer genoeg ben ik hier de track buiten gegaan. Kijk, deze bocht is heel erg kut. Hier moet ik straks eventjes op oefenen, maar ja, de tijd van dit lapje doet toch niet mee. Dus we rijden deze gewoon eventjes af en dan weten we nog precies wat voor bochtjes er aan kunnen komen. Waar we wat beter moeten gaan insturen, et cetera. Dus moeten we gewoon eventjes kijken. Kijken, ja, dit is op zich allemaal nog wel te doen. Hier moet je wel echt remmen, want anders schiet je hier er ook uit. En dan komt hier dadelijk het laatste lange stuk aan met de DRS-zone. En dan nog één bocht naar links dadelijk voor de finish. Dus we moeten gewoon even goed opletten. Het is helemaal niet een moeilijk circuit of zo. Alleen er zijn twee bochten die best moeilijk zijn. Oké, daar gaan we weer. Dus hier kunnen we weer gassen. En vanaf nu moet de lap goed meedoen, jongens. Nu doet de lap het weer. We moeten gewoon zorgen dat we nu binnen natuurlijk de lijnen blijven van het circuit. En als ik hem nu gelijk weer kut, dan zal het heel kut zijn. En kijk, deze bocht. Fuck gelijk deze hele bocht op. Alright. Geen probleem jongens, dat is geen probleem. Nog niet. We rijden natuurlijk hier nog gewoon voor iemand. Maar die kunnen we makkelijk inhalen. Als we hier gewoon laat remmen, bocht door. Niet gelijk gas geven, stuur terug, laten rijden en gaan. Ik weet niet wat voor tijd diegene hier voor mij neerzet. Kijk, hier moet je gewoon heel scherp insturen. En dan kan je hier weer uit, hier gas loslaten. Niet te hard doorremmen, want dan schiet je er hier uit. Maar had ik dat net ook. Of dat was hier ergens, remmen. Kijk, deze bocht is lekker, nee! Oeh, daar heb ik geluk hoor, daar heb ik heel veel geluk hier. Zo, want ik schoot daar echt even uit de baan. Oké, dit is die hele gevaarlijke bocht. Kijk, die nemen we lekker. Oh nee! Oh, dat ging echt niet helemaal lekker, dus we gaan het gewoon weer opnieuw proberen. Oh, wat ben ik toch ook een dombo jongen, echt waar. Ik slipte er gewoon uit het niets helemaal weg. Komt waarschijnlijk omdat ik over het gas reed daar, waardoor mijn rechter achterband denk ik glad was. Want ik slipte opeens gewoon weg. Maar ja, dan gaan we het gewoon weer opnieuw proberen nu. Nu weten we gewoon dat we gewoon echt goed onze best moeten gaan doen. Laat remmen. Dat is gewoon een tactiek van mij dat ik altijd laat rem. Kijk, dan kom ik hier ook een keer wat beter uit. Kijk, ik hoef niet eens te remmen. Ik hoef gewoon mijn gas los te laten en dan kom ik gewoon al wat beter uit. Wow. Zoals ik natuurlijk al zei, we rijden op de supersofts. Dus de grip is op zich wel oké. Ik had straks ging ik ook gewoon voor de gein even een Grand Prix doen. Ik weet even helemaal niet meer op welk circuit dat was. Maar toen was het aan het regenen, dus reek op full wet en dan glij je echt letterlijk alle kanten op. Dus hier gewoon weer scherp sturen, hier gas loslaten, scherp insturen. Kijk, moeten we wel eventjes bij hem blijven, maar hij maakt dat ik ergens ook een soort van foutje waardoor je hem kan inhalen. Dat is hier. Oh, nee, niet de trek verlaten. Oh, zo, dit is echt. Dit was wel risky. Kijk, hier komt die gekke bocht weer, dus helemaal remmen. Hij neemt hem scherp. Kijk, oh, hier gaan we weer bijna. Zag je dat? Daar gingen we weer bijna, jongens. Holy damn, hier moet je ook je gas loslaten, hoef je niet echt te remmen. Zo, we glijden echt als gek. Holy damn. Hier weer gewoon je gas vol inhouden. Gingen we wel buiten de track. Oeh, remmen.
Kijk, dit wordt wel een lekker tijdje. Dit is weer het lange DRS-stuk. DRS staat aan. Vol gassen. Dan krijgen we hier nog één bocht naar links dadelijk en dan hebben we de finish. Dan gaan we gewoon proberen onze tijd te verbeteren natuurlijk. Ik weet zeker dat we onze tijd kunnen verbeteren. Kijk, deze bocht is ook goed. Ah, we hebben al gewoon een goede tijd neergezet, denk ik. Maar we gaan gelijk door. DRS staat weer aan. Dit is onze tijd. 1.36. Oh, ik rij hier buiten de baan. Oepsie, oepsie. Dat is niet de bedoeling. Kijk, dan neem ik misschien deze bocht daardoor wel chiller. Kijk, ik kom hier precies goed uit om hier deze heel dicht op de bocht. Oh, nee, 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 nee. Dit gaat hem niet worden. Jongen, jongen, jongen. Waar? Ik fuck het zelf weer op. En gewoon de lap nog een keertje rijden. Want ik vind het echt serieus. Het is geen moeilijke lap. En het is gewoon een hele leuke lap om te rijden. Alleen, ja, ik weet niet. Voor mij rijden ze morgen. Oftewel gewoon vandaag, als jullie deze video kijken. De echte Grand Prix op deze. Op dit circuit, sorry dat moest ik zeggen. Dit circuit is het. Er rijden hier drie auto's. Veel te wijd ingestuurd. Veel te wijd. Want dan kom ik hier ook niet lekker uit. Kan maar kijken. Ah, ik kom wel lekker uit, maar ik slip dadelijk weer hier. Oh, hier slipte ik net weg. Nou, ik moet gewoon even kijken wat we kunnen doen. Want misschien heb ik ergens een foutje gemaakt waardoor ik nu wel beter wegkom. Zoals hier misschien. Nee, want mijn auto bleef stilstaan. Ik had veel eerder gas moeten geven daar zo. Hier kan je hem scherp insturen. Scherp insturen, Chess. Hier ook een scherp insturen. Oh. Nee, dit gaat hem niet worden. Ja. Jammer dit, jammer dit, jammer dit. Maar we gaan gewoon wel het lapje afrijden. Want we hebben, ik vind wel dat we een goede tijd hebben neergezet. Ja, mijn banden zijn weer glad door de fucking gras. Holy shit. Ja, wat mij dus heel erg echt cool lijkt om een keer in het echt te doen. Is om in zo'n auto te zitten en gewoon mee te maken wat hun meemaken. Ik heb natuurlijk geen rijwijs. Ik heb natuurlijk helemaal geen ervaring. Dus waarschijnlijk zou het echt super slecht gaan. En waarschijnlijk ga ik ook weer over mijn nek door al die G-krachten die hun moeten weerstaan. Dus ja, maar het lijkt me wel heel erg gaaf om een keer te doen. Ik heb natuurlijk met Get Owned ook in op Spa gereden. Alleen was dat in een Audi RS6. En gaat dan natuurlijk wel iets minder hard dan met een Formule 1 auto. En zullen zien, ja, dan doe ik nu dit. Lekker bezig, Chesso. Maar ja, dit is toch gelukkig de laatste bocht. En moet je kijken hoe snel die banden eigenlijk weer schoon zijn. Moet je kijken. Ze zijn nu nog vol met dat grit van net. En die banden slijten zo snel. Kijk, je slipt nou wel een stuk makkelijker. Maar je banden slijten zo snel dat je zo hard rijdt. Kijk, dat ze nu gewoon alweer schoon zijn. Moet je kijken. Ik ga hier rijden. Ze zijn nu gewoon alweer schoon. Ja, dat was deze video weer. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, laat dan eventjes je blauwe duimpje omhoog. Achterhoud natuurlijk enorm. Mocht je nou weer vaker dit willen zien, drop dat even zeker dat blauwe duimpje omhoog. En laat het weten in de comments, want ik vind het chill zo echt super leuk om te doen. Ik bedank voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie morgen om 3 uur weer te gaan zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot dan jongens. Doei!